zoek. Oh, er zit een kippennekje in. Ga maar zoeken. Ja, doe maar. Doe maar. Ja, doe maar. Goed zo. Goed zo. Dit varkentje heeft ze vaker gewassen. Het was voor het eerst dat het in een plastic of een papieren draagtasje werd gestopt. Dat was nieuw, maar deze routine, die kent ze. Het probleempje lost ze normaal op met de schudbeweging. Hard schudden. En dan laat dat los. Kijk maar, ze heeft er nou eentje uit. Daar zaten gewoon ordinaire brokjes in. Die vindt ze niet zo lekker, maar in die andere zit een kippennek. Daar zal ze wat harder voor moeten werken. Hier ruikt natuurlijk lekker. Hier kan ze niet alleen de schutbeweging gebruiken. Dan zal ze ook wat trekwerk moeten doen. En moeten tegenhouden met het pootje en zo. Die nek zet een beetje klem. En de gatenbal. Daar liggen de brokjes die ze veronachtzaamt. Die nek ruikt veel lekkerder. Met die brokjes en die doekjes en die bal, die kent ze inmiddels wel. Die lost ze heel makkelijk en snel op. Maar vandaag zetten er twee nieuwe uitdagingen in. A, die bal zat in een papieren tas. Dat was even nieuw. En B, er zit een totaal andere beloning in. En die is wat stugger. Die werkt niet zo makkelijk mee, want die kippennek komt niet zo heel makkelijk door die gaten naar buiten. Zal ze dus ook echt, wat ze nou aan doen is, strekken en de bal tegenhouden met de poot. Dat is de enige manier om die nek er echt uit te krijgen. Ze moet dus een nieuwe techniek gebruiken. Proberen om langs de eind te trekken, dan heeft ze hem er het snelste uit. Dat is wel heel, heel moeilijk. Daarom zijn wij ook Homo sapiens sapiens. En zij zijn gewoon honden. Ja, ze is aan het kortste eind te trekken, letterlijk en figuurlijk. Dat is niet erg. Goed zo, meid. Ja, je hebt je pootje erbij nodig. Zeker weten.
Zeker weten heb je ook het pootje nodig. Ze is inmiddels al bijna 13 minuten bezig met deze opdracht. Hopelijk vermoeit haar dat ook. Waardoor ze dadelijk weer een beetje gaat slapen en rusten. Door haar geopereerde achterpootje kan dan weer wat rust krijgen. Oh, dan gaat ze weer aan het kortste eind trekken. Ja, zo kan ze nog wel uren doorgaan, denk ik. Ja, oh, wat knap. En nou op zoek naar dat kippennekje. Wat knap, Rosa. Och nee, de kippennek zit nog in de bal. Oh, wat een ramp. Dan moet Vrootje toch even helpen. Of niet? Dan was die kippennek toch wel heel erg dik. Want het doekje is uit de bal gekomen, maar de nek niet. Dit is ook wel leuk om even te kijken. Of ze hier nog iets bedenken kan. Ik vrees dat dat ondoenlijk is. En aangezien we onze honden altijd succes willen laten hebben, denk ik dat ik zo dadelijk ga ingrijpen. Vooral nu dat ding onder de kast gaat. Ik vind het knap. Oh, ze heeft hem. Goed zo. Heel knap. Ook dat doorzettingsvermogen vind ik echt super knap. Tja, hoe kom ik daar nou aan? Hè? Ik ben benieuwd of het nou wel lukt. Beter misschien gewoon een stuk vanaf. Oh, hij is er weer in geschoten. Oh, help. Nou, dat heeft ze toch wel verdiend nu. Knappe meid. Wat zul jij dadelijk lekker slapen? Althans, dat hoopt het vrouwtje.